De oefenwedstrijd op zaterdagmiddag tussen Zammerdam en AVV Alphen. Twee clubs waar een hoop om te doen is geweest in de voorbije maanden. Vanwege spelers die zijn gekomen en overstap naar het zaterdagvoetbal. De 0-1 in dit duel wordt al vroeg in de wedstrijd gemaakt door Bob de Lange. Nieuwe spelers. Bij Zammerdam ging het dan met name om Michael de Chatinier, Chris Mors en Rick Vogels die van Rode 76 kwamen. Brian van der Nieuwendijk van Alversenborg zaterdag en Jim van Vliet van Kikkers 69. We wisten van dat we een keeper nodig hadden. Dus daar zijn we echt op zoek naar gegaan om een keeper te vinden. Nou, daar zijn we gelukt. In zijn kielzoog zijn twee andere jongens zijn meegekomen. Waarom kiezen die voor Zammerdam? Ja, goed. Ze hadden niet 100% naar hun zin bij hun vorige club. En daarom hebben ze de keuze gemaakt om naar Zammerdam toe te komen. Ze kiezen ook een beetje voor jouw ding? Nee. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, Jim is een ander verhaal. Jim is bij Kikkers mijn vorige club. Normaal neem ik nooit. Ik vraag nooit spelers van vorige clubs. Dat doe ik nooit. Alleen die jongen die is verhuisd naar Bodegraven. En dus dat zit een verhaal achter. Dat die komt. Brian van den Nieuwendijk is een speler die niet als de Borsatak is opgegeven. Dus er zijn allemaal wel redenen voor waarom ze hier zijn komen voetballen. Vanwege de vergrijzing in het dorp is het voor de voetbalvereniging bittere noodzaak om spelers van buitenaf te halen. Op dit moment telt de voetbalclub 106 spelende leden. Een daarvan is trouwens deze Lars Kramer die de 1-1 maakt. Laten we vooropstellen, we hebben relatief veel goede sponsors. En dat helpt enorm. Hè? Kijk maar de verhouding wat veel clubs hebben van 1/3 contributie, 1/3 sponsors, 1/3 kantine. Ja, als je weinig leden hebt, is de kantineopbrengst ook wel niks. Dus we hebben een wat scheve verhouding. Ja, veel van die sponsors wonen in Zammerdam. Dus dat is toch wel duurzaam, als ik het zo zou mogen zeggen. Maar daarom zijn we natuurlijk met z'n allen ook zo bezig om hier te zorgen dat er 140 huizen bijkomen. Ja, anders wordt het natuurlijk, gaat het van kwaad tot erger als je niet uitkijkt. Maar goed, het was vorig jaar hadden we minder leden dan nu. Hè? Dus ik heb hoop dat we het dalletje gehad hebben. Ja. Veel doelpunten vallen er in de eerste helft bij Zammerdam tegen Alphen. Hier is de 1-2 in de maak door Justin Verberg. En 5 minuten later uit een eigen doelpunt van Gerald van Asselt 1-3. Dit seizoen maakt AVV Alphen horizontaal de overstap van de zondag derde klasse naar de zaterdag derde klasse. De overstap naar 56 jaar zondagvoetbal van AVV Alphen naar de zaterdag. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik vind het best leuk. Ik ben nieuwsgierig ook. Ik moet zeggen, die zondag was toch een klein beetje aan doodbloeden. En zeker de tegenstanders die we kregen, dat is allemaal Rotterdam, Den Haag, fysiek voetbal. En dit is toch weer meer regio voetbal, waar iedereen op zit te wachten, denk ik, spelers en publiek. Maar de cultuur van Alphen is toch eigenlijk zondag? Heeft dat nou veel weerstand opgeroepen om over te schakelen naar die zaterdag? Nou ja, 2 jaar geleden is er nog gestemd en dat was absoluut geen sprake van dat we naar de zaterdag zouden gaan. Maar iedereen ziet ook wel dat het een beetje einde verhaal is in West 2. Ik heb denk ik 5 jaar op zondag gespeeld in het eerste. En je ziet gewoon overal dat die zaterdag veel leuker is, veel gezelliger. En het zal veel leuker zijn ongetwijfeld. Nou is het nog heel prematuur natuurlijk om te zeggen van wat verwacht je nou van de competitie. Maar ik vraag het je toch in die derde klas zaterdag, wat verwacht je ervan? Ik verwacht minder reistijd dan vorig jaar. En veel meer clubs dichterbij. Maar ja, ik denk dat je doelt op hoeveelste we gaan eindigen of wat de voorspellingen zijn. Ja, ik denk dat wij wel hoger in de middenmoot kunnen eindigen. Vorig jaar zaten we natuurlijk in een hele fysieke competitie met al die Haagse clubs. En wij zijn nooit echt fysiek geweest. Dus ik denk dat wij beter in een voetballende competitie passen op een zaterdagniveau dan op de zondag. Veel derbies, bijvoorbeeld Koudekerk, Aalonderveen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is het mooiste wat er is, zeker als speler zijnde. Er staat altijd wat publiek te kijken. En je komt oude bekenden tegen. Dat is altijd het mooiste van het voetbal en wat er is natuurlijk. Wat verwacht je ervan? Of durf je dat nou nog niet te zeggen van die competitie? Nee, ik heb wel wat gezien in het verleden. Maar ja, ik hou me eigen vast toen ik hier trainer was. Ik denk dat er nog 7 ploegen in spelen waar we toen ook tegen speelden. Ik kan me niet voorstellen dat die zoveel beter zijn geworden. En ik hou me dan vast ook nog eens een keer dat de beste 3 die zijn eigenlijk gepromoveerd uit die derde klas. In de tweede helft wordt lang niet gescoord. In de laatste 5 minuten nog wel 2 treffers. Eerst de 1-4 van Mo Yacoubi. En niet veel later als de hoekschop in eerste instantie tegen de paal wordt gekopt. In tweede instantie Koen Woudenberg met de 2-4 namens Zammerdam.
Damme met een nieuwe hoofdtrainer. Jack Harmsen is na 4 seizoenen vertrokken. En Erwin van der Zee is de nieuwe trainer voor aankomend seizoen. Nou ben jij UEFA A gecertificeerd. Dat klopt toch, als ik dat zo zeg? Dat klopt. En dat betekent volgens mij dat je de hoogste amateur elftallen mag trainen, toch, in Nederland? Ja, dat is correct. Dan denk ik, wat doet dan zo'n trainer met zo'n hoge kwalificatie bij de voetbalvereniging Zwammerdam als vierde klasse? Dat is een goede vraag. Nu het antwoord nog. Ja, nee, in het verleden zijn er een aantal mogelijkheden geweest. Hè, dat ik ook wat hoger heb. Tweede klas heb ik ook dan wel getraind. Maar er zijn ook momenten gehad dus dat ik er dicht tegenaan zat. Alleen, er waren de keuzes dat ik het toch net niet werd. Dus je moet ook de kans krijgen. Die is er nog niet langsgekomen. En daarnaast, ik heb ook een drukke job. Dus 2 keer per week en op de zaterdag. Dat is voor mij eigenlijk ook wel op dit moment ook wel het maximale. Dan hoor ik mensen zeggen, ja, misschien is hij te overgekwalificeerd. Want ja, dan weet je zoveel en dan wil je zoveel. Maar de middelen zijn toch bij een vierde klas altijd maar beperkt. Ja, je moet altijd rekening houden gewoon met de kwaliteit die je voorhanden hebt. Lukt je dat? Want jouw kennende, met die drijf die je hebt, lukt je dat? Nou ja, dat zal wel moeten. Kijk, als ik te veel wil, dan en we proberen al wat stapjes daarin te maken. Hè? In aanvallend opzicht, want verdedigend hebben we het toch helemaal niet eens met elkaar over gehad. En dan moet je kijken van of dat aanslaat of niet aanslaat. En ik vind dus dat de club, dat we het elftal hebben dat op verschillende manieren kan aanvallen. Dus niet alleen maar afhankelijk van een bepaalde opbouw en dan via alleen maar wat de afgelopen jaren toch veel is gebeurd alleen maar over de zijkanten. Ja, en ik denk dat we meer kwaliteit hebben dan alleen maar de jongens die we op de zijkant hebben. Dus daar proberen we dan wat variatie in te brengen.